Hoe is je relatie met Marieke? Volgens mij functioneren we prima. Ik denk dat ze het gewoon moeten melden. Ja, dag. Kijk niet zo. Hij is verantwoordelijk voor de vernietiging van de planten. En wij doen het. Ik heb een plan. En jij speelt een rol, een grote rol. Er zijn bij het management vragen gerezen over jouw geschiktheid als bureauchef. Ja, nou oké. Ik zit hier met een bureau vol jong grut zonder veel ervaring. En dan gaat er wel eens wat mis. Of je geeft even de sleuteltjes, of ik kom terug in uniform. Ik vind het niet normaal, hoor, zoals jij ineens tegen die vrouw tekeer ging. Ja, het toontje van het mens. Er moet iemand van ons de transport van in beslag genomen wiet en pillen begeleiden als het wordt verbrand. Jij dus. Wat zit er eigenlijk precies in deze bus? Cocaïne en heel veel pillen. Kun je even bij het busje blijven wachten? Pillen. Hoeveel? Eén. Zo, lekker gefeest moppel. Oké, mensen. Even jullie aandacht. Dit wordt een hele simpele ochtend. Dat bestaat ook in het politieleven. Marieke blijft binnen. Dus zij doet de balie en de bureauklussen. En ik dan? Jij gaat met Giel de straat op. Giel spijkert Antje bij, daar waar nodig. Oké, ik ga naar de balie. Jos en Zera. Waar is Jos? Hij staat in de file. Jos staat in de file? Hij woont om de hoek. Het klonk alsof hij het meende. Oké, een bejaarde man is zijn geld kwijt, de vijfde op een rij. Weer een babbeltruc. Enorme schietpartij in de Schelvisstraat. Er is een gewonde gemeld. Oké, jongens, iedereen ter plaatse. Denk aan je vest. Marieke. Er wordt een frequentie vrijgemaakt, alleen erop als je echt iets te melden. Precies doen wat ik zeg. Ja. Heeft iedereen dat gehoord? Vlieg er niet als een dolle in. Mike, jij doet de coördinatie. Jongens, wees scherp, maar voorzichtig zijn daarbuiten. Well, I change everything I want. The girls are fighting for me. But every time that I change one, the aim is supposed to parole. Slachtoffer. Mevrouw, hoort u mij? Jos, Sierra, ik wil dat jullie alle partieken gaan checken. Giel, ik wil dat jij aanbelt op 119 plaatsen lik. Wees in godsnaam voorzichtig. We gaan erop af. Als er niemand is, gewoon de boel openbreken. Politie, openen! Mike, ik voel nog hartslag. Ambulance, snel. Kan die ambulance komen? Weet je wat er is gebeurd? Er waren schoten gelost en ik kom naar buiten en ik zie dat ze met de dood niet durven te zijn. Dus je hebt helemaal niks gezien? Ik heb niks gezien. Ga maar even wat meer doen. Die erte plek in Schelvestraat. Kunt u even kijken op de Waalsdorpen vlakte over? Jos en Zera kunnen daar weg. Jos en Zera kunnen daar weg. Giel en Antje ook. Er loopt nu een onderzoek naar Dikke Peter en het team dat daarop zit gaat ook de schietpartij onderzoeken. En Mike en Sonja? De teamleider heeft gevraagd of ze tijdelijk aan het team kunnen worden toegevoegd. Hoezo? Zij moeten de situatie rond die gewonde vrouw onderzoeken. Waarom doen ze dat niet zelf? Nou, officieel omdat ze de capaciteit niet hebben, maar volgens mij omdat het om een onschuldige omstander gaat. Ze heeft geen enkele band met Dikke Peter, behalve dat ze schijnt tegenover een man. 2218 voor alle eenheden, HSPD, niemand aangetroffen. 22.045 komt u uit voor Bloem. Kogel weer in het glas en de uitgeworpen hulzen liggen hier. Dan moet de schutter toch ongeveer daar weg staan. Hey Giel? Josh, we moeten naar het slachtoffer van die babbeltruc.
Ik hoop niet dat het weer zelfs een bloemkool werd. Ja. Oké. Jo. Spreek je. Ik spreek net een vriendje op het hoofdbureau. Ze denken allemaal dat Tony de Vilde achter deze schietpartij zit. Hier woont Dikke Peter, drugsdealer, Champions League. Dikke Peter heeft de auto van Tony de Vilde beschoten. Verder niemand geraakt, alleen een kist dure wijn. Kun je naar de afgeketste kogels. Die zijn aan de overkant op verschillende plekken ingeslagen. Nou, iedereen heeft geluk gehad, behalve Katja. Katja? Ja, het gewonde meisje heet Katja Wijsterveld. Ja, en niemand heeft wat gezien. Ik ben Sander van Scheveningen en dit is Den Haag TV. Een ernstige situatie vandaag. Gadver. Er is met een oezige. Dat is echt nog iemand die uit de kast moet komen als hetero, maar hij weet alleen zelf nog niet. Wat wil je nou? Homo. Homo's die komen uit de kast. Nee, hetero. Het is zeg maar een homo die nog uit de kast moet komen als hetero. Nou, laat maar. Trouwens, je mag wel uitkijken. Moet je zien waar dealers mee te maken krijgen. Niks meer met de politie hier in Den Haag. Het zijn echt allemaal... Het is 200. 200 pilletjes. Een uurtje. Ben ik terug? Kun jij lekker boodschappen doen? Dus jij denkt dat het slachtoffer is geraakt door een ricochetschot? Ja. Kijk, het kan ook zijn dat ze naar buiten is gekomen. De schutter ziet er, wil geen getuigen achterlaten, draait zich om en schiet op haar. Maar dat is gek, want dan zou het hulzenpatroon doorbroken moeten zijn. En die hulzen die worden rechts uitgeworpen. Dus als je draait en schiet, dan krijg je rechts en links. Ik snap. Kiel Maas, Scheveningse Bos. Hey, ik heb me even zitten oriënteren op die specialisaties. En die FO, dat lijkt me eigenlijk wel wat. Ik bedoel, zelfstandige club, veel waardering van collega's. En als vrouw zou ik er natuurlijk een absolute uitzondering zijn. En ik wil sowieso niet naar Zeden. Want bij Zeden heb je gewoon altijd hetzelfde... Hey, je bent aspirant. Eerst agent worden. Hey, we gaan naar een Roncalli school. Hoezo? Er zit daar een jongetje dat een paar jaar geleden is aangerand. En de dader heeft zich vanochtend tijdens een bezoekje aan Den Haag aan zijn tbs-toezicht onttrokken. Hij loopt los? Yep. Wat doe je daar? Och, ik schrik me dood. Ik ben graag van alles op de hoogte, dus? Ik kijk of die pillen die gestolen zijn bij de destructieoven al in verbalen zijn opgedoken. Het gaat om tijgertjes, tenminste, dat is de afbeelding die erop staat. Je moet je verder houden van pillen. Er loopt een onderzoek van Rijksrecherche naar jou. Ik ben belazerd door een vrouw die deed alsof ze doodging. Ja, maar die spoorlijk verdwenen uit het ziekenhuis. Het was een geplande roof. Denk je dat ik informatie gelekt heb? Nee, dat denk ik niet, maar je ligt nou onder de loep van Rijksrecherche. Dus je doet je werk en verder niks. Ja, maar ik denk dat ik wel het hardst van iedereen wil dat die daders opgespoord worden. Ja, dat zeg jij niet, geloof je maar. Rijksrecherche zoekt er iets achter. En dat is zijn werk. En geloof me, ze zijn er goed in. En nog iets. Je houdt van dansen. Ben je nog uit geweest sinds die diefstal? Dat is privé, dat is mijn leven. Parties moet je mijden. Plekken waar geslikt wordt, moet je niet komen. Ja, maar andere mensen slikken ik niet. Ja, dat zeg jij. Ik geloof je maar, een Rijksrecherche. Hoe gaat het met jullie slachtoffer? Die ligt zwaargewond in het ziekenhuis. Gaat ze het halen? Kleine kans. Kloot. Er is iets vreemds aan de hand. Volgens de meldkamer zijn er meldingen binnengekomen over schietpartij. Alleen in het eerste telefoontje wordt er iets gezegd over de gewonden. En dat telefoontje komt van het mobieltje van Katja. Heeft ze zelf gebeld? Nee, ze heeft niet zelf gebeld, want toen we haar aantroffen was ze al bewusteloos. Moet je luisteren. Ziekenwagen nodig. Er is haast bij de leg een meisje te bloeden. Ze is geschoten. En pas daarna kwamen er meldingen van buurtbewoners. En die hebben het allemaal niet over Katja. Ik denk dat de vent die we hier horen een mogelijke getuige is. Precies. Er is nog iets. Het mobieltje van Katja is weg. We hebben het niet bij haar in het portiek aangetroffen en ook niet in het ziekenhuis. Oké, bel de providers. We moeten dat mobieltje hebben. Ik ken die stem ergens van. Het is een nadeel van als je ouder wordt. Hè. Je kent steeds meer mensen, maar je kan ze steeds minder goed aan elkaar houden. Hé? Geen rare dingen.
Meneer Willems, u bent de vader van Christian? Ja. We hebben elkaar over de telefoon gesproken. Giel Maas, politie Haaglanden. Dat is mijn collega Antje van Velsen. Wat is er met Christian? Er is niets met Christian. We zijn hier voor Benno Renssen. Wat is er met Benno Renssen? Hij heeft zich vanochtend tijdens een bezoekje aan Den Haag zijn TBS-toezicht onttrokken. En wij zijn hier om uw zoontje een mogelijke confrontatie te besparen. Dat is toch godgemaakt. Ik neem Christian onmiddellijk mee naar huis. Ellen, lieverd. Ik doe de deur op slot. Nee, niet schrikken. Wie geeft er nou zijn pinpas aan zo'n meisje? Ik, zei de gek. Maar wat dacht hij nou toen hij die pas? Meneer, zou u misschien kunnen uitleggen hoe een en ander in zijn werk gegaan is? Nou, er wordt aangebeld en er staat een meisje op de stoep. Een aardige meid. Die zegt, ik ben Anja. Ik ben de vriendin van Margreet. En Margreet? Dat is mijn kleindochter. Margreet. Wij zijn samen naar Maastricht geweest. Naar een feest. En daar is de telefoon en de portemonnee van Margreet gestolen. En de koffer stond er nog in het hotel. En dat moest nog afgerekend worden. En daar zat ze dus in Maastricht. Toen heeft Margreet gevraagd aan Anja. Anja, ga jij nou naar mijn grootvader en leg hem dit probleem voor en vraag of hij ons helpen kan. Maar Margreet kon zelf niet komen? Nee, die zat vast. In de gevangenis? Nee, in Maastricht. Zonder pas, zonder geld, met helemaal niks. Ja, dus wat nu? Nou, Anja had geen geld, Margreet had geen geld. Maar overkomt dit Margreet wel vaker? Kijk, het had mij ook op kunnen overkomen. Margreet lijkt op mij, dat zie je dikwijls. Hè, dat kleinkinderen en grootvaders, dat lijkt een beetje op elkaar. Mm-hmm. Meer dan ouders en kinderen soms. Hè. En het hart, daar gaat het om. Meer dan om het verstand, begrijp je wel. Net als u. Dat hoop ik wel, ja. Ja, anders gaf je die pas ook niet mee aan die meid. Nee. Aan die Anja. Nee. Hè? Ja, natuurlijk, contanten had ik niet in huis. En de pinautomaat zit zo ver weg, als die nou hier in de keuken hing. Maar die zit in het winkelcentrum en daar kan ik helemaal niet naartoe, zo ver. En hoeveel is er afgeschreven? 1500 euro. En heeft u Margreet al gesproken? Nee, weet u, ik... Ik schaam me er een beetje voor. Wat is er aan de hand? Je bent thuis, verder is er niets aan de hand. Heeft het te maken met... Luister nou eens, Chris. Dat is al een hele poos geleden. En het gaat hartstikke goed. Ik kom straks bij je. Heeft uw zoon het nog wel eens over die... Hij praat er alleen met mijn vrouw over. En met de therapeut. Hoe is het nou in godsnaam mogelijk, die hufter, die klootzak? Neem me niet kwalijk. Maar uitgerekend in Den Haag met verlof mag. En dat terwijl hij contact heeft gezocht met Christian vanuit de TBS-kliniek. Waar is zo'n kliniek dan voor? Heeft Renssen contact gehad met Christian? Vorig jaar kreeg Chris via huis contact met een jongen, Karel. En die vroeg om foto's van Christian. En contact via de webcam. We hebben erover gepraat of we niet helemaal paranoïde waren. Internet is een groot risico voor jonge kinderen. Nou, toen bleek Karel niet Karel te zijn. Een wiskind op mijn werk heeft onze computer gecheckt. Karel was Benno Renssen. Hé, maar hoe kan dat nou? Hij zit toch vast? Ja, maar hij heeft wel een computer daar met internet. In een TBS-kliniek. Sissa. We hebben onmiddellijk zijn Hives-account verwijderd. Contact opgenomen met die kliniek. En met justitie. Ze zouden maatregelen nemen. En nu dit. Hebbes, hij is weer in de lucht. Telefoon van Katja. Er zit een andere simkaart in. Nou, ligt voor de hand. Er staat een paal aan in Scheveningen in de buurt van de visafslagweg. Oké. Ik ga bellen voor de gegevens van die simkaart. Ik heb het nagevraagd.
In de TBS-kliniek is na het telefoontje van de vader van Christian een ernstig gesprek gevoerd met Benno Rensen. Maar mocht zijn computer en zijn internetverbinding gewoon houden. Dit is toch te gek om los te lopen? Zou u kunnen regelen dat de computer van Benno Rensen in beslag wordt genomen door afdeling digitale expertise? Kunnen zij kijken of hij met Christian contact heeft gezocht of anderen? En zo kunnen wij de man wellicht opsporen en een nieuw zedendelict voorkomen. Ik ga onmiddellijk een machtiging regelen. Dat is het voor nu, denk ik. Dank u wel. Fijne dag. Gele bus, linker achterwiel. Wat heb je? Zelfde billen, zelfde prijs. Oké. Kom maar even mee. Je kan je scooter laten staan. Hi. Hey. Hi. Wij zijn Jos Vrolijk en Sera Oskar. Ja, van de politie. Dat kan ik toch zien. Mogen we even binnenkomen? Ja, kom. We zijn benieuwd naar waar je de afgelopen 2 dagen was. Nou, ik was hier. Waar zou ik anders moeten zijn? In Maastricht. Oké, maar wat zou ik dan in Maastricht moeten? Dat was een feest in Maastricht. Ja. Oké. Jij houdt toch van feesten? Maar wacht even hoor. Ik hou van feesten en dat weet de politie. Maar trouwens, ook helemaal niet in Maastricht. Hoezo niet? Nou, het is veel te duur en veel te ver. Daar heb ik toch helemaal geen geld voor. Maar is dit een soort nieuw ding? Zo, party, politie. Oh, jullie waren op een feest in Maastricht. En dachten, oh, wat jammer dat Margreet niet is. Laten we dat eventjes onderzoeken of zo. Anja die heeft ons verteld dat jij in Maastricht zat. Anja! Ja, sorry hoor, maar ik ken geen Anja. Nee, ik denk dat jullie Anja een andere Margreet bedoelt. Je hebt geen geld om naar Maastricht te gaan. Nou, luister even, meneer de agent. Ik heb schulden en ik mag blij zijn dat mijn opa er is. Want mijn moeder heeft al jaren geleden haar handen van me afgetrokken. Margreet, gek vraagje. Mag ik je portemonnee even zien? Nou, van de binnenkant of van de buitenkant? En trouwens, hebben jullie daar niet een of ander portemonnee-doorzoekingsbevel voor nodig? Ik vraag het, je mag het weigeren. Geld? Ja. 500 euro? Moet je dat gegeven of zo? Nou, wat doe je nou, man? Je opa misschien? Nee, mijn opa die had me een scooter gegeven. En die heb ik verkocht. En dan durf ik je niet te vertellen. Luister, Margreet, die Anja, hè? Maar die ken ik dus niet. Die Anja heeft de pinpas van je opa afgetroggeld en daarmee 1500 euro van zijn bankrekening gehaald. Wat? Maar... Wacht, hè? En hoezo zijn jullie dan nu bij mij? Nou, Anja heeft tegen je opa gezegd dat ze jouw beste vriendin is. Maar, en nu denken jullie dat ik daar iets mee te maken heb? Jullie denken nu dat ik daar iets mee te maken heb? Dat kan je toch niet maken met die portemonnee? Ik heb gezegd dat ze mocht weigeren, maar ze gaf hem vrijwillig. De zaak lijkt me wel duidelijk. Deze mevrouw is guilty as hell. Eerst zien, dan geloven, Josh. Geloven jullie niet in de hel? Jullie wel? Wat bedoel je met jullie? Hé, waar ga je nou heen? Ik weet niet wat jij gaat doen, maar ik ga even met die open praten, ja? Heb je hem?
Dragan Palek. Mike Hofman, Sonja Matelesi, Serge Haaglanden. Heb je even? Hoezo? Ik ben aan het werk. En nu even niet. Kom even naar beneden, alsjeblieft. Kom. Dragan, heb jij een telefoon? Jij hebt geen telefoon. Nee, kwijt. Fuck. Dure telefoon? Nieuw gekocht? Tweedehands. Dragan, dat is een gestolen telefoon. Ja, maar toch niet door mij. Ik heb hem gewoon gekocht vanochtend. Oké, dan heb ik 3 vragen voor je. Waar? Gewoon hier in Den Haag. Wanneer? Vanochtend, dat zei ik toch? En van wie? Weet ik niet. Ik heb zijn naam niet gevraagd. Gewoon een junk. Dus jij weet hoe een junk eruit ziet? Ja, tuurlijk. En dan koop je toch een telefoon van die junk? Dat is toch niet zo slim, Dragan? Geef me die fucking pillen! Jongen. Wat is dit ongelooflijk dom, joh. Je ript me voor 2000 euro, terwijl je voor veel meer geld zaken met me kunt doen. Zo stom met dat fucking pistool van je. Geef me die fucking pillen, gast. Rustig. Hier heb je pilletjes. Ze zijn de laatste van wat een mooie bloeiende periode in je leven had kunnen zijn. Gaat er nog iets gebeuren of... Ik krijg zo wel mot met mijn baas, ja? Goed zoeken. Wat zit ik hier een beetje voor Jan Lul junk te sorteren? Jij hebt toch een mobieltje van een junk gekocht? Ja, mag dat niet? Dan kan je er toch gif op innemen dat het ding gejat is, toch? Die junk die kan dat ding toch gewoon gekocht hebben? Of gekregen voor zijn verjaardag? Ja, dat kan jij toch niet weten? Nou, hoeveel heb je ervoor betaald? 40 euro, weet ik veel. Luister, hij is gestolen van een zwaargewond meisje. Kop houden en zoeken, nu meteen. Dank je wel. Ja, toestand van die katje gaat achteruit. Ze wordt momenteel geopereerd. Shit. Vluchtauto is gevonden, uitgebrand. Ja, dat is hem. Frankie van Loon. Wat heet hij zo? Dankjewel. Alsjeblieft. En je gedraagt je, oké? Zijn we nog weer vriendjes? En? Hebben jullie al wat? We kwamen net bij je kleindochter vandaan. Heb ik te veel gezegd? Dat is zo'n meid, hè? Ja, maar nu zit ik met een aantal vragen. Vraagt u maar aan. Ah, daar heb je het tafeltje dekje. Het is toch geen bloemkool, hè? Dat meurt altijd zo als dat die bakjes komt naar mest. Hoe is de verhouding tussen u en uw kleindochter? Daar is niks mis mee. En wie weet er allemaal dat u haar financieel helpt? Dat is een zaak tussen haar en mij. U verdenkt dat toch niet, hè? Het stinkt hier een beetje. Naar mest. Tot morgen, meneer Vroek. Smakelijk. Zo, jullie hebben hem boos gemaakt. Heeft u dat vaker? Zijn jullie over zijn kleindochter begonnen? Hoezo? Daar loopt hij mee weg, hoor. Daar mag je niks over zeggen. Hoe kan die kliniek zo nalatig zijn? Tja. In de kliniek zijn ze meer met hem bezig dan met de slachtoffers. Bekijken we de gip. Ah, jullie hebben hem in het groot.
Ja, alle agenten van Korps Haaglanden hebben deze foto ontvangen op hun mobiel. Oh ja, een draagbare Benno Renze. Hoe staat de zaak ervoor? Nou, de afdeling digitale expertise heeft met spoed de computer van Benno Renze doorgespit. En zijn daarbij een gedeeltelijk gewiste Facebook-account tegengekomen. Waarbij contact is geweest tussen Benno Renze, die zich inmiddels een nieuwe alias had aangemeten, en Christian Willems. Renze heeft de ochtend voor zijn vertrek naar Den Haag de recente informatie van het account geprobeerd te wissen. Dat is gelukt. Alleen zoals ik al zei, de jongens van digitale expertise doen hun best om de informatie weer terug te krijgen. Daar gaan we niet op zitten wachten. Jullie gaan naar Huizen Willems. Jullie blijven daar ter beveiliging van Christian, zolang die Benno Renze niet terug is. En dan vragen jullie heel voorzichtig aan Christian wat hij op die Facebook-account gedaan heeft. Is niet waar. Hoe kom jij nou weer aan een tulband? Hoe kom je nou weer aan een tulband? Nou, wist je niet dat we hier een tulbandenverbod hebben? Wist je dat niet? Ben je een beetje benieuwd? Luister. Ik moet van dat verband af, oké? Okay? Ik ben gehecht. Jij moet het schoonwassen en droogveunen, oké? Okay? Oké? Weet je dat er een filmpje van Margreet tussen zit? 3 keer €500? Nee, bonnetje hoeft niet, want onze Margreet kan hoofdrekenen. Hey, hoe zat het ook weer met die christelijke mevrouw? Ik kan me alleen herinneren dat het vreselijk stond naar de bloemkool. Dat die oude vroeg wel gelijk in, dat is net mest. Ik had het over de truc. Een aardig meisje had er wijs gemaakt dat ze een moslimsvriendinnetje had die zich wilde bekeren. Maar werd vastgehouden door haar familie in Marokko. En ze had geld nodig voor terugreis. En diezelfde dag was er een Indische dame en haar man is blind gestorven. En zij was bang dat hij de weg naar de hemel niet zou kunnen vinden. En daar was dan een meisje die haar kon helpen aan een spirituele wonderdokter. Eigenlijk roep je die ellende gewoon op jezelf af als je in die onzin gelooft. Er stond er trouwens ook naar bloemkool. Wat zeg je nou? Waarom zijn die agenten hier? Wij zijn hier om ervoor te zorgen dat jij je veiliger voelt. Hey Christian. Heb jij een Facebook-account? Nee, dat mag niet van mijn vader. Al mijn vriendjes zitten er wel op, maar het mag gewoon niet. Het is niet erg hoor. Als je het stiekem hebt. Ik heb vroeger ook heel veel dingen stiekem gedaan. Nee, ik doe het ook niet stiekem. Mam, mag naar boven? Nee, ga maar. Zeg, wat is er aan de hand? Met dat Facebook-account en zo? Benno Renze heeft opnieuw contact geprobeerd te zoeken met Christian. En dit keer via Facebook. En dat zeggen jullie nu pas? Hij heeft... Ik zie geen Facebook in de geschiedenis staan. Er is informatie via uw router het net opgegaan. Heeft Christian geen andere computer of een smartphone? Nee.
Nee, er is alleen nog een laptop van Thomas in huis. Ik weet toch niks wat er is gebeurd en voor mij hou je hem hier 2 dagen, 3 dagen, 4 dagen. Ik zit lekker droog. Niks? Helemaal niks? Niks. Waar was jij vanochtend, Frankie? Bij de groenteboer. En gekke dingen gebeurd nog vanochtend? Ja, je hebt appels gekocht. Appels gekocht? Ja. Het ziet lekker op, Frankie. Niks? Je gaat niks vertellen? Ik weet niks. Oké, nou, dan kun je deze vast nog wel herinneren. Ik? Ja, maar, ik weet er niks. Volgens mij heb jij deze vanochtend nog in je handen gehad. Ik? Jij? Vanochtend die telefoon vastgehad. Maar ik heb het je toch gezegd, man. Ik weet niks. Frankie, wij hebben gesproken met de jongen aan wie jij dit telefoontje verkocht hebt. Ik heb helemaal niks verkocht. Voor 40 euro. 40 euro? Nou, hier. Waar heb ik 40 euro? Heb ik hier 40 euro? Verzel het mij. Oké, Frankie. Gaan we hier toch naar luisteren? Er is hier een ziekenwagen nodig. Er is haast bij. We leggen een meisje te bloeden. Ze is geschoten. Kijk, Frankie. Mij kan het niet zoveel schelen dat je dat ding gejat hebt. Wat me wel kan schelen is dat jij getuige bent geweest bij die schietpartij. Nou, mij kan het wel wat schelen dat jij dat ding gejat hebt. Van een gewond meisje. Schaam je je niet kapot dat je een telefoon jat van een meisje? Dat ligt dood te bloeden, Frankie. Hier. Er is hier een ziekenwagen nodig. Er is haast bij. Leg hen. Een meisje te bloeden. Ze is geschoten. Dus moet ik naar mijn advocaat? Dat mag. Nou, dat weet ik, mijn advocaat. Goed, vergeten we deze even, Frankie. Als je nou gewoon even vertelt wat jij vanochtend hebt gezien. Wat is dit? Zicht niks meer. Denk goed na. Heb je nog een wachtwoord? Ja, zijn naam achterstevoren. Heeft hij toch een profiel? Nee, dit is de werklaptop van mijn man. Christian kan onmogelijk het wachtwoord van Thomas weten. Mag ik even? Er staat nog een chatgesprek open. Er is een afspraak voor vanmiddag. Op dezelfde plek als de eerste keer. Waar heeft ze de link destijds plaatsgevonden? In het Belgisch Park. Hij heeft zelfs bijgegeven van seksuele belangstelling voor Benno. Ze hebben een afspraak over. Jullie moeten opschieten. In verband met de schietpartij en de zoveelste demonstratie bij het Binnenhof heb ik daar geen auto's meer. Over. We doen ons best. Zijn er meldingen van de Waalse vlakken? Over. Negatief. Over. Daar heb je ze. Politie! Politie! Laat mij maar! Ik zei dat je van Christian af stop blijven! Ik heb je hand al niet bedaan houden. Hard aan! Die man is gek. Die man is gek. Doe me een lol en hou je bek. Omhoog. Omhoog. Als je echt had geslagen, had je zoon helemaal geen vader meer gehad, hè? Ik kan geen vader zijn voor mijn zoon. Hij is bang voor me. Heel goed. Oké, breng die TBS hem naar het hoofdbureau. Ja, doe maar, chef. Proficiat, denk ik. Hij ontkent? Ja. Klinkt wel als Frankie. Willen jullie dat ik hem even onderhandelen? Chef, ik wist niet dat mensen zo lelijk waren als ze binnen. Ik heb iets.
Ik denk dat die Margreet een vriendin of zo heeft ingeschakeld. Ik heb een lijn ontdekt die door alle zaken loopt. Nou, wat dan? 1. De bejaarden zijn stuk voor stuk bedrogen door een jong meisje die bijzonder goed op de hoogte was van de persoonlijke situaties van de slachtoffers. De persoonlijke situaties lopen hartstikke uiteen, dan heb je nog niks. 2. Die bloemkool. Alle 5 de bejaarden zijn geholpen door tafeltje dekje. Die leveren hun bak met eten en die vertrekken weer. Die weten helemaal niks van de klant, joh. En 3. Ik heb ze al gebeld. Via tafeltje dekje zijn er scholieren die stage komen lopen. Kun je elke stage lopen in het rondbrengen van bakken met eten? Maatschappelijke stage. De jongeren die komen langs bij die oudjes. Neem ze mee naar buiten, blijven een paar uur. Ze breien wat, ze wandelen wat, kletsen wat. Hey. Hoe lang kennen we elkaar nog wel, Frankie? 20 jaar? 20 jaar zie ik hier in en uit lopen. Hosseltjes dus. Hosseltjes wel. Weet je, een keer echt met jou te doen, hè? Toen je levend standbeeld speelde. En met trillen en rillen en toch proberen stil te staan. Dat je een mobieltje jat, dat snap ik. Maar dat je dan een ambulance voor het meisje gaat bellen, dat snap ik niet. Nee, als jij niet had gebeld, dat je nou gewoon rondgelopen en gehosseld. Dus je was als het ware jezelf niet. Of, en dat kan, jij hebt misschien toch nog een geweten. Waarom heb je gebeld, Frankie? Ik weet niet waar je het over hebt, man. Je was daar toen er werd geschoten. Ik wil weten wat je gezien hebt. Frankie? We hebben een getuigenbeschermingsprogramma. Zie je wel vaker zo'n meisje langskomen die stage loopt of zo? Ja, er is een meisje geweest die een maatschappelijke stage liep. Ik wist niet eens wat dat was, maar nou ja, zoiets als vroeger bij ons de dienstplicht, zou ik maar zeggen. Hè? Nou, maar dan ongewapend. Maar wel ontwapenend, hoor. Ja, het was een heel aardig meisje. We hebben heel gezellig zitten praten. Ze wilde van alles weten en dat was leuk. Hoe oud was ze ongeveer? Jong. Nou, een jaar of 14. Nadia heette ze. Dat had ze hier op haar uniform zitten. En ze was heel erg belangstellend. Ja, ja, ja. Ze wilde van alles weten. Ik heb haar verteld. Ze leek op Margreet, weet je. Maar dan mijn Margreet een paar jaar jonger, hè. En dat heb ik er ook allemaal zo over zitten praten. Van Margreet wilde ze alles horen. Ja, dat vond ze leuk. Ja. U denkt toch niet dat Margreet... Nee, wij denken dat Nadia betrokken is bij de babbeltruc. Nadia? Nee. Anja was hier. Ik haal ze heus niet door elkaar, hoor. Nee, dat denken wij ook niet, meneer Vonk. Zeg tegen die vriend van je, ja? Bel hem even. Dat ik eraan. Goed! Zo. Nadia.
Vertel het maar. Wat moet ik vertellen? Ben ik verdacht of zo? Zegt de naam mevrouw de Jager je iets? Bloemkool? Wat is er met mevrouw de Jager? Ken ik haar? Nee, ze herkent jou. Ze heeft je herkend. We hebben haar een foto laten zien van jou. En zij dacht dat jij Franka was. Maar je bent Nadia. Hoe kan dat? Je weet heel veel van mevrouw de Jager, hè? Dat ze ook christelijk is. Dat ze zich zorgen maakt over bekeerde moslims. Wie heeft je dat verteld? Wat maakt het uit? Het geld is toch al op. Wie? Ik heb het van Emma. Emma? We zaten ons dood te vervelen met al die boring verhalen van die oudjes. Tot eentje zei dat ze bekeerde moslims wilde helpen met geld. Nou, we deden het om en om. Uithoren en dan doorpakken. Jullie hebben 1500 euro van die oude man gestolen. Dat is zo jammer. Jammer? Dat het is uitgekomen. Ze zijn allemaal eenzaam. Dus als er iemand luistert, vertellen ze alles. Je kan die oudjes alles wijsmaken zodra ze je eenmaal vertrouwen. Zal ik me nou afvragen? Hè? Zit jij daarna helemaal niet mee dat je arme mensen hebt beroofd? Zou niet weten waarom. Ze zijn toch al bijna dood. Dus je vindt het helemaal niet fout wat je hebt gedaan? Nee. Jaartje wat in de kazerne zou heel goed zijn voor jou. Nieuwe kansen. Het zijn er 200. Kun je het wegzetten? Laat maar zien. Het spijt me, Frankie. Maar het meisje waarvoor je hebt gebeld, Katja, die is net overleden. Omdat je gebeld hebt, had ze nog een kleine kans. Echt, het spijt me. Is mijn schuld van een meisje? Is mijn schuld? Wat bedoel je? Ik heb me verstopt in de portiek van een meisje en toen ben ik gestruikeld. Toen ben ik tegen de deur aangevallen. En toen heb ze haar gehoord. Toen kwam ze en toen vroeg ze wie is daar. En toen heb ik niks gezegd. En toen heb ze open gedaan om te kijken wat er was. En toen had ze de telefoon op bij ze. En toen is dat schieten begonnen en toen werd ze geraakt. Waarom verstopte je in haar portiek? Nou, er stapt iemand. Iemand uit met een enorm geweer. Iemand. Als ik niet in de portiek had verstopt, dan had ze nou nog geleefd. Je hebt de ambulance gebeld. Ik heb een mobieltje gejat. Ik ben zo'n klootzak. Je bent geen klootzak. Die man die heeft geschoten, dat is pas een klootzak.
hem herkend, hè? Jij weet wie het was. Ik moet in het programma van jullie. In het getuigenbeschermingsprogramma? Ja. Het was Tony de Vilder. Wil je dit in de rechtszaal vertellen? Ja. Tony, dat is een gevaarlijke gek. Dus jij gaat in dat programma. Ja. Maar dan mag je niet gebruiken. Ik wil het niet gebruiken. Ik ben een klootzak van mijn eigen. Dat spul dat maakt het alleen maar erger. Ik heb een meisje bestolen terwijl ze lag te bloeden. What can I say? She's walking away from what we've seen. What can I do? Still loving you. It's all a dream. How can we hang on to a dream? How can it, will it be? Rijksrecherche heeft het onderzoek naar de diefstal van de pillen afgesloten. Jij hebt naar de letter van de wet en de regels voor politiemensen geen fout gemaakt. Feit blijft dat je voorzichtig moet blijven met de keuze van je uitgaansgelegenheden. Vermijd iedere schijn van verdenking. Moet ik nou opgelucht zijn of niet? Verplaats je eens in een rijksrechercheur. Die vraagt zich af hoe het kan dat de dieven precies op het juiste moment op de juiste plek konden zijn. Denken ze dat ik ze heb getipt? Dat hebben ze onderzocht, maar ze hebben geen bewijs tegen je gevonden. Maar ze hebben nog steeds geen antwoord op de vraag hoe de dieven van de pillen wisten. Ik wist het nog geen uur van tevoren. Het was een haastklus. Dat weet ik. Dat heb ik ook in mijn verklaring benadrukt. Ik ben in ieder geval heel erg opgelucht. Kent iemand daar? Die klootzak daar, die heeft haar aangereden met zijn zatte kop. We komen vanwege dit. Wat moet ik daarmee? Altijd prijzen met die staatsmogol. Ik rook drank in de adem van de chirurg. Blaas dat onderzoek af. Ik kan als rechercheur niks afblazen. Ik laat je lopen als je de naam van de leverancier noemt. Laat dat wijf los. Meen je dat nou, joh? Alibiama morfra kalic, ducaldi baciavra. Hoe ligt die net het wapen neer? Programma afgelopen. KRO.nl gaat verder.